Hi, ik ben Gunther. Ik woon hier in de Kempen in het mooie natuur. Ik ben onlangs begonnen met deze praktijk. Ik ben eigenlijk al heel mijn leven lang al bezig met kijken naar mensen, naar hoe het leven in elkaar zit. Wat zijn mijn valkuilen? Wat heb ik geleerd? Die dingen heb ik allemaal voor mezelf ook geanalyseerd. Dan ben ik gaan kijken naar vrienden. Gaan kijken naar vreemden, van hoe reageren mensen, wat zijn vragen, wat zijn behoeftes. En daarin heb ik eigenlijk ook ontdekt dat er heel veel behoefte is naar mensen die hun verhaal willen vertellen. Die erkend willen worden voor wat ze doen, wat ze denken, waar ze over dromen. Zonder beoordeeld of veroordeeld te worden over wat er in hun gedachten omgaat. Tijdens de individuele sessies die ik hou, het eerste wat ik vooral doe is luisteren. Dat is uiteraard heel belangrijk. Daarin ga ik proberen mensen de juiste tools mee te geven, waarin dat ze verder kunnen gaan. En dat ze hier ook kunnen vertrekken met een positief gevoel. Naast de individuele sessies doen we ook groepsessies, waar de mensen elkaar kunnen vinden. Waar we in groep gaan werken. Bijvoorbeeld, we doen een woordmeditatie, een kleurmeditatie. Waarin ik verschillende technieken meegeef. Uiteraard ook de ademhalingstechniek, zeer belangrijk. We gaan bijvoorbeeld samen een groepsgesprek doen. Iedereen is natuurlijk vrij in wat hij vertelt, wat hij deelt. Het ultieme doel is eigenlijk dat mensen een beetje uit hun eenzaamheid komen en hierin verbinden met andere mensen en eventueel zelfs nog vrienden maken. En dat is eigenlijk ook het doel dat ik wil bereiken algemeen. Mensen bij elkaar brengen, mensen verbinden. Voel je momenteel een zware druk? Voel je dat er niet wordt geluisterd naar jou? Wil ik graag je verhaal kwijt? Ik krijg heel graag mijn hand uit en ik luister heel graag naar wat jij te vertellen hebt. Zonder oordeel, neem gerust contact op. Je bent welkom.